voor jullie Ryan Jansen. Nogmaals, Wiekros met Boet Heijmans. Veldhoven met Damien Vreven. Flying Devil via de Roep. Voor Milan de Haas. Haas als er Jorrit Jansen. Special BMX Winter van Bodegraven. En nogmaals Nieland met Jasper Gerritsen. Toen ik gisteravond de lijstje zat te bekijken om te kijken wie er de meeste kans zouden maken op die eindtitel, was het hier in deze klas Boys 13 natuurlijk wel heel erg spannend. Ik ga daar natuurlijk iets meer naar kijken, omdat daar mijn eigen zoon blijft fietsen. Dat vind ik natuurlijk interessant om te zien wie daar de sterkste is. Op dit moment lijkt dat Gerritsen te zijn, maar wat gaat gebeuren op die finale? Want het is spannend tussen Van Bodegraven en Gerritsen in die eindklassement. Ik denk dat hier een overwinning zomaar de doorslag zou kunnen geven. Het scheelt namelijk niet veel, maar uiteindelijk gaat het om die punten die eraf gaan. Gerritsen op 1, Bodegraven op 2. Ik denk dat dan een Jans op 3 zit, maar wat gaat die vooraan de winnen is het. Ja, het is Gerritsen nog steeds een Bode aan de kwaliteit leven. Dus de winst voor vandaag. En waarschijnlijk die klassement, maar we zullen straks zien voor Jasper Gerritsen.